We hebben ze net Pride gehad, Paramaribo Pride. Het is dit jaar voor de 7e keer georganiseerd. En het was denk ik wederom een groot succes. Ik zie dat jullie veel steun hebben gehad dit jaar van de Amerikaanse ambassade. Amerikaanse ambassade onder andere. Over de hele maand hebben we van de Nederlandse ambassade, de Argentijnse, Braziliaanse en de Franse ambassade. En natuurlijk heel veel sponsors uit het bedrijfsleven in Suriname. Alle vlaggen die je in Paramaribo ziet hangen, dat zijn al onze sponsors voor dit jaar ook. Dus Torarica onder andere, verschillende restauranten en winkels die allemaal de vlag uithangen. Rij maar rond Paramaribo en kijk welke ons supporten dit jaar. Als we kijken naar de afgelopen 20 jaar, dat de steun enorm is toegenomen. Ik denk dat mensen veel beter begrepen dat de LGBT-gemeenschap niet een aparte groep is die om aparte rechten of wat dan ook vraagt. Of eigenlijk vragen alleen maar gewoon om hetzelfde. Dezelfde rechten als onze heteroseksuele landgenoten. En dat begrip groeit. Dat begrip groeit breed in de maatschappij. Er zijn natuurlijk groepen en stromen die luid oproepen dat ze tegen zijn, maar ik denk dat die echt in de minderheid zijn. Als je uit de kast wil komen, haast je niet. Doe het op jouw tijd. Laat niemand je haasten. En wanneer je er klaar voor bent, er gaan moeilijke tijden zijn, maar gewoon doorzetten. Het beste is gewoon meer van jezelf gaan houden. Jezelf gaan accepteren. En dan merk je wel dat alles wel goed komt. Veel beter uitkomt. Schaam je niet voor wie je bent. Doe je ding. Ik heb jaren over gedaan voordat ik dit kon doen over straat. En het heeft heel veel van me genomen om dit uiteindelijk te kunnen doen. Maar ik ben er. Hebben jullie genoten? Kom bij de kaart. Ik roep inderdaad ook onze street broeders en zusters op om ons ook te steunen in dit gevecht. Want wij van de LGBT-gemeenschap zullen deze strijd voor gelijkheid niet alleen kunnen vechten. Dat zullen we samen met hun moeten doen.